dat is Verens. Hey, Verens. Hey, Floort. Waar ga je naartoe? Naar de muziekles. Hoe lang speel je al muziek? Ik speel al 4 jaar muziek. Naar welke muziekschool ga je? Hier in Liepen, in het Hoogtebouw. Horen wij iets over Liepen? Ja, over de muziekschool. Hoe lang ga je al? Al 4 jaar. Ik ga ook al 4 jaar naar de muziekschool van Poperingen. Welk instrument speel je, Verens? Ik speel trompet. En welk instrument speel jij, Margot? Ik speel viool. Margot, jij hebt toch ook je viool mee? Ja, ik moet binnen een uurtje over naar de les. Mijn mama komt mij halen. Willen jullie een concert spelen? Maar dat gaat hier toch niet? Allee, kom aan, waarom willen jullie niet? Het zou toch tof zijn? Je kan het toch proberen? Gaan we het erop wagen? Allee, vooruit met de geet. Thank you.
Oei, ik heb nog maar 10 minuutjes voor mijn mama hier is. Als ik nu vertrek, ben ik goed op tijd. Weer eens, ik zou graag nog eens samen muziek spelen. O ja, tof. Laten we voor volgende week afspreken. Waar spreken we af? Misschien bij mij thuis, maar we moeten het eerst vragen aan mama of papa als het kan. Geef elkaars telefoonnummer om beter af te spreken. Goed idee. En wij komen binnen 4 weken zeker allemaal terug, hier op het pleintje om naar jullie te luisteren. Oké? Oké. Ja, dat is fantastisch. Komen jullie ook? Ja. Oei, je moet ik echt naar de trompetles. Maar goed, zoals afgesproken, ik kijk er naar uit. Zeker weten. Tot de volgende keer allemaal. Voor mij ook, salut. Ik zal de dagen al aftellen om onze muzikanten terug te doen. Ik zie je nieuwe vriendschap bewegen. Ik ben er ook bijna zeker van, muziek maakt vrienden. Niet alleen Ferenc en mijn woorden nieuwe vrienden. Ik heb in ook toffe kinderen leren kennen. En binnen 4 weken zien we elkaar zeker terug. Absoluut, ik heb een prachtig namiddag lief. Met heel veel nieuwe vrienden. Maar voor mij is het tijd, want ik moet gaan voetballen. Ik ga mee, kom Shayan. Voor ons wordt het ook tijd. Het wordt bijna donker. Waar zijn mijn zus en broer? Ah, hier. Salutjes. Bravo.